mensen, het is weer een nieuwe vlog, een nieuwe vakantievlog. En dit keer is het niet zo kut. Of nou tenminste, het zou nog best wel eens kut kunnen worden. Ik ben namelijk op wintersport. Yay! Ik heb de eerste dag er al op zitten. Het is een beetje regenachtig. Het is gewoon, ik heb het ook niet vaak meegemaakt dat het zo regenachtig is in een dalletje boven. Maar een echte skier laat zich niet daardoor kiezen. Toen we klein waren, toen gingen we altijd daar vanaf sleeën. Dat was heel leuk. Maar dat is nu dus niet meer het geval. Dames en heren, ik ga jullie even meenemen. Ik ga een weekje op wintersport. Ik ben met mijn ouders hier. Ik ben met mijn broer hier. Het is fucking leuk. We hebben een mooie kamer. Het is niet meer van deze tijd. Maar op zich. Het hoort er ook wel weer een beetje bij. Badkamer review. Hoppatee. Superleuk. Dames en heren, we hebben dus de eerste dag erop zitten. En zo'n pro-skier als ik, boeit het niet. Maar papsneeuw is niet het allerlekkerste. Buiten dat, prima geskiet tot 2 uur. Het is nu tijd om naar de apres-ski te gaan. Om daar even wat biertjes naar binnen te werken. Misschien ook wel wat jenebons. Apres-ski hoort er natuurlijk ook bij. Ik moet zeggen, elke piste die ik tot nu toe heb gedaan, denk ik dus aan een liedje. Wat dus gaat over een jenebon. Gewoon iets met een lont aansteken en dan dat dan een jenebon afgaat. Dat lijkt me gewoon fucking lauw. En ik hoor dat gewoon hier naar elke apres-ski tent. Of nee, dat kan ik tenminste zo inbeelden dat het hier overal gaat draaien. Dus dat is top. Misschien dat ik dat later ga uitwerken. Maar goed, ik ga jullie gewoon meenemen met de leukste momenten. Ik ga ontzettend veel jenebons met jullie drinken. Heel veel curryworsten. Ik zit al op 2. 2 curryworsten. Die vandaag was beter dan die van gisteren. Ik ga je zo heerlijk in mijn vel zakken. Dat is heerlijk. Zoals je ziet, mijn haar groeit alweer een klein beetje aan. Nu zie je het niet, omdat mijn helm er een beetje overheen gezeten. Maar ik ben toch wel weer lekker hoor. Oeh. Ik moet even weglopen. Ik ga even douchen. Ik heb daar wel even zin in. We zijn wat eerder naar beneden gegaan, omdat het papsneeuw was. Echt kut weer. Dus ik heb nu even tijd om mezelf op te frissen. Normaal gesproken met apres-ski is dat niet de bedoeling, hè. Dan moet je echt gewoon lekker met je bezweten truitje, met je skischoenen er staan. Maar nu heb ik gewoon de tijd om te douchen en doe ik dat ook gewoon. Ik ga ook even een cameraatje meenemen naar de Broekenstedel. Dat is echt een soort houten stal. Maar het is tering gezellig, het ruikt met zweet. De eerste coronapatiënt kwam daar vandaan. Het is gewoon... Hallo. Ik zie jullie bij de volgende shot. Dat was dus de Broekenstadel. Zoals je kan zien, ik kan geen woord Spaans meer. Ik kan niet eens een woord Nederlands meer. Of trouwens, het is Nederlands. Ik ben hartstikke piel. Ik hoop dat ik morgen nog wakker word om de geprepareerde pieces te pakken. Tot ziens. En dat was de Broekenstadel. Je zag het al, joh. Ik heb enorm zitten denken, jongen. Die bako, die werd gewoon... Als ik dan een bako bestelde, dan deed ze gewoon, zeg maar, op een tap. En dan kwam het uit één slang. En dan weet je al hoe... gelouterd en hoeveel ervaring heb ik hier. Dat is fijn. Ik ga nu even een potje kezen. Als je kezen niet kent, speel het. Het is een soort ganzenbord met spelkaarten erbij. Tantoe leuk. Het is echt tantoe leuk. Dus dat ga ik nu even doen. Maar niet voordat ik even 1 minuut ga slapen. Ja. Ik heb geslapen. Ik zie jullie morgen weer. Oké? Laten we dat afspreken met elkaar. Oh, het is de tweede dag van wintersport. En ik ben alweer even lekker in mijn outfit gerezen. Ik lijk een beetje op een Anton of een gore Duitser. Ik voel het blauw niet bij me, man. Het is een praktisch ding dit, maar ik voel het echt niet. Ik zie er gewoon niet eens uit als mezelf, man. What the fuck? En ik heb dus vernomen dat vandaag op zich wel de zon gaat schijnen. Dus dan ga ik mijn jasje ook uitdoen. Dus ik denk dat ik voor een andere kleur ga, want dit... is het niet. En dit ziet er dan beter uit. Want dames en heren, het is niet alleen de tweede dag van wintersport. Maar het is ook gewoon matchgreep. We moeten ook gewoon tegen RKC thuis weer. Dus laat ik dit voor extra geluk maar even aandoen. Vanaf de tweede dag, als het goed is, schijnt de zon. Is er dus veel tijd en veel momenten om zo'n heerlijk goudgele rak te drinken. Om een jägerbombje te drinken. Dus ik ben er echt helemaal klaar voor. Ik ga even mijn nieuwe camera meenemen. Die DJI. Die helemaal rond kan draaien. Kijken of ik daar wat shots mee kan maken. Gisteren regent het een beetje. Dan was ik bang dat hij dan echt helemaal kapot ging. Let's go! We hebben het weer gered, jongens. Het is inmiddels 8:15. Een van de allereerste mensen die piste opgaan. Want nu zijn die pistes nog goed. En dat vind ik wat meer waard. Maar kijk, er is niks te zien. Helemaal niks. We gaan nu een gondel nemen om nog hoger te gaan. En hopen we boven de wolken
en de mist uit te komen. En zo ziet dat er dus uit, mensen. Net als die mist. Ik zei, we nemen één lift en we zitten erboven. Hupsakeetje. En er is zon. En we gaan nu daar oversteken om uiteindelijk daar te eindigen. Dat is toch even lekker. Dit ziet er toch wel heel bizar uit, hè, dames en heren. Dit zijn dus wolken. Dit ben ik. Heel interessant. We gaan in. Wel beter uit dan gisteren, hoor, dames en heren. Mijn broer Steven staat daar in zijn oranje jas. Die van 100% van rood af. Maar ik ben natuurlijk een echte skisloper. Ik ga gewoon van zwart af. Dit ziet er dus aardig ziek uit. Op een hoogte van 2415 meter. Gelukkig heb ik geen hoogtevrees, mijn vader wel. Daarom is hij nu niet meegegaan. Het kijken naar dit uitzicht. Misschien kan ik er wel ergens anders mee verblijven. Wil je een maatje shot? Dus word je wel lekker warm van, pap. En hij is erin. Ja, dat was de eerste afdaling van vandaag in de zon. Sowieso de eerste afdaling van deze wintersport in de zon. Hier kan ik wel aan wennen. Wat je net zag, dat was geen rennen, vrouw, dat was mijn vriendin. Het probleem wel met dit weer is, ik nu gewoon enorm veel zin heb in een biertje. Het is 8:55. Rustig, ouwe. Kun je stil zijn, ik ben aan het vloggen. Kijk, dames en heren, dit is nou wintersport. Het enige wat mis is een hele gemene wijs. Wat is Stevie? Een jagerbom. Ik weet het. Kijk, en dit is dus, zijn dus al die wolken waar we nu boven zijn. Dat is toch heerlijk, man. Nien, hoe gaat het? Gaat het goed? Waarom? De zon schijnt vandaag. Ja? De pistes zijn heerlijk. Zeker? Er is toch niemand? Het is mooi. Nou, ik zie er toch een paar mensen skiën achter. Ik skie heel goed. Nou, laten we dat dan maar voor de mensen even zelf beslissen. Okay. Jullie hebben er net gezien, altijd even een cijfer van 1 tot 10 achter in de comments. Hoe Nienke kan skiën. Ja, wij gaan nu echt... Nu ga ik helemaal gebashed worden. Nee, dat zullen mijn kijkers nooit doen. Ze houden van je. Ik ga nu gewoon even een tijdje skiën zonder te vloggen. Jullie zien we bij het volgende biertje. Of bij een jagerbom misschien wel. Ja. Nou, dit kan er zo 5 minuten zijn trouwens. Ik heb dus net bij de laatste piste heb ik even een app gedownload en dan kan je dus je snelheid kan je bijhouden. Als ik dat al eerder had gedaan, dan stond er waarschijnlijk al 120 km per uur, want ik ga echt bloed en bloedsnel. Ja, ja. Nu staat er dus, bij de laatste afdaling, een blauwe piste, 70 km per uur. Dus ik wil sowieso een dikke shout-out doen naar Frankhauser Rent, dat ze mij weer de allersnelste skis van het hele gebied hebben gegeven. Dat is toch wel lekker, hoor. Santé, Santater. Beter in Jägermeister dan hem? Kater. Nee. Water. Oh. Water. Jongen. Het is 8:45. Dames en heren, ik ben nu bij de eerste stop eigenlijk. Normaal is het koffiepauze, maar ik ben gewoon fris, vassig en alcoholist. Dus voor mij is dat een heerlijk pilsie. Even smaakt dit. Die smaakt verschrikkelijk lekker. Bij een Frankfurter meatbrot. Die is wel op trouwens. Ja. Even uitrusten en dadelijk weer klaar om die pistes te slopen. Dames en heren, laat even weten. Gaan! Kan dit gewoon of niet? Tuurlijk. En voor jullie informatie, deze jongen is bijna 30. Hey, René Kars komt ermee weg. Heerlijk. Zijn we er toch naar beneden begonnen. De gondel die we op de heenweg hebben genomen, zeg maar, waarbij we boven de wolken uitkwamen. Die gaan we nu skiën terug afleggen. Ja, we hebben toch even een lekker bankje hier gevonden. Toch gewoon heel ziek uitzicht, hoor. Hier rechts is dan de piste waar je dan afgaat. Deze piste is wel vaak horror. Dat heb ik Nienke nog niet verteld. Dus ben benieuwd of het gaat overleven. Oh. We zijn nu eens onderweg naar mijn derde currywurst. Laat dat duidelijk zijn. En misschien dat ik ook wel eens een heerlijke jagerbom er even in ga knallen. Ik had jullie gezegd dat ik onderweg was naar een currywurst. En nu had ik zoveel trek dat het nu al... Dat hij al op is. Maar we gaan voor het tweede gerecht. Een heerlijke boterige keizersmarren met appelmoes. Zo vind ik hem het allerlekkerst. Steven, sta je al een kwartier, man? Dames en heren, we zijn nu bij de lift van de Harikiri. Het is een stijlsprijs van Oostenrijk. Ik kom hier al 10 jaar. Ik heb hem al een paar keer gedaan. Hij is dicht. Dat is quality content als ik jullie daarop meeneem, maar hij is dicht. Dus helaas. Dames en heren, het is een nieuwe dag. We gaan deze dag iets anders doen. Nee, we gaan weer precies hetzelfde doen als gisteren en eergisteren. Dat had u echt niet verwacht. We gaan currywurst eten, we gaan heel veel bier drinken. Misschien wel een heel gemeen jagerbompje erbij. Gisteravond waren we in de icebar. Ook een paar kijkers waren daar. Fucking gezellig was dat. Heerlijk gedanst. Toen heb ik even... Wat heb ik ook weer gedaan? Oh, toen heb ik een heerlijke Dr. Oetke pizza gegeten. En nu is het 7:30. En gaan we over een kwartiertje richting die gondel. Het is verschrikkelijk weer. Het is grijs. Het regent hier beneden. Dus we gaan tegen beter weten in naar boven. Maar je bent er maar een week, dus ja, je moet het er wel van nemen.
Fuck. Hoe kan dat nou niet dat ik nou thuis het vlog aan het poepen en scheten ben? Cool. Oké. Doei. Dames en heren, ik heb vandaag heel weinig gevlogd. Komt doordat het gewoon mistig was, was kut. We hebben ons tijd ruimschoots ingehaald met de apres-ski. Mijn vader kwam met het uitstekende idee om even conditie aan te vragen naar de plaatselijke DJ. Dat was vrij ongemakkelijk. Dat beeld zien jullie nu. We zijn nu onderweg naar de auto. Hoor die muziek op de achtergrond. Dat voelt als een touw die naar me uitstaat. Me uitnodigt om daar een heerlijke gemene wijsneuf te drinken. Maar misschien is het wel goed. Wintersport ook je grens aangeven, weet je? Oké, 6 wijsneuven en daarna klaar. Ik kan het wel weer een dag noemen. Ik hoop morgen wat meer te filmen voor jullie. En daarmee zeg ik dat ben ik. Lieve mensen, welkom weer bij een nieuwe dag. 2 dagen niet gevlogd. Het sneeuwde enorm en dat is niet goed voor de camera. Dus vandaar, we hebben vooral veel geapreskiet, veel gedronken. Vandaag schijnt de zon. Vandaag gaan we er echt van genieten. No mercy. We zijn met 2 broers trouwens. We kunnen niet skiën, heb ik. Dat is snowboarden bijvoorbeeld. Maar we gaan nu lekker door. Pieces pakken. Vandaag ga ik even wat meer filmen. En we gaan ook meer drinken. Kijk jongens, het is 12 uur. De wolken zijn weg. Dit uitzicht wilde ik jullie toch niet onthouden. Dus nu zak om zo snel mogelijk naar beneden te skiën. Een 1,5 liter pils en een curryworst. Niks meer te zeggen. Huh? Nee, maar dit zijn beelden ook voor Timothy, weet je. Daar kan je ook van genieten. Dit is niet de ijsbar waar ik in het dalletje ben geweest, maar dit is een lunchstation. Ja, dit is gewoon een heerlijk beeld. Dus je vanaf hier gewoon de hele dag kan kijken of iemand op zijn mel gaat. Maar dit is met afstand het kutste stuk van heel Maarhoven. Dus alleen daarom is het al een heel lekker stukje. Maar wat ook lekker is, is dat ze hier een soort bier verkopen. Dat is heel prettig voor mij, want daar heb ik nu enorm veel zin in. Ik heb net op Instagram, om jullie ook even bij mijn vakanties te betrekken, heb ik ook een bolletje eruit gegooid. Of dat ik 2 snaps bestel. Of dat ik een heel groot Weizner biertje bestel. En even kijken wat jullie zeggen. Beide natuurlijk. Waarom kiezen? Gewoon beide doen. Beide. Domme vragen. We weten toch wat je ze allebei hebt besteld. 3 snaps. Grote en Artje. Nou ja, dan weet je het wel. Kijk, ik ben misschien een alcoholist. Maar jullie, dames en heren, net zo goed. Ik ga het dus hier even in de zon even lekker bestellen en even lekker opdrinken. Ik ga Nien even een lekkere massage geven. Daar heb ik wel zin in. Hé, die zien we zo. Rimmen? Weizen hadden ze even niet. Die 2 perenshots, die duw ik gewoon. Ga je ze allebei nemen? Ja. Hou ik een nieuwe voor je straks, schat? Nee, ik hoef niet. Proost. Holy shit. Dit is alleen een perenschnap omdat er een peren zit, maar je wilt geen smaken. Dames en heren. Kijk, ik zei natuurlijk dat ik een curryworst ging bestellen, maar ook even een keer wat anders hoor. Burgertje, patat en een nieuw pilsie. Heerlijk. Dames en heren, ik sta nu voor een ski movie run. Steven zit er nu bij. Het is eigenlijk gewoon slalommen om die hekjes heen. En als het goed is, nu ik dan zeg maar mijn skipas scan, kan ik hem later als videobestand opvragen. Ik heb ook een fragment hoe dit er 5 jaar terug gaat toe. Die laat ik nu zien. Ja, dat ging niet helemaal goed. Nu laat ik zien hoe het wel moet. Komt-ie. Wat denk je? Vallen? Had gevallen. Ik zei nog zo, ik denk dat deze skivakantie onmogelijk is om te vallen. En op een moment super dat ik jullie allemaal laat meekijken via die skitrekker ga ik echt hard op mijn bek. Echt, ik vloog gewoon uit die bocht. Dit ben ik ook een vlogger, weet je. I'm showing the real deal. We gaan nu naar beneden. Lift hem al. En dan wachten een paar jeken bons op ons. Die heb ik wel verdiend. Nou, deze heb ik wel verdiend, jongens. Klaar mee vandaag. Santé, jongens. Toch wel weer zalig hoor, mensen. Heerlijk. En dat was alweer de woensdag, dames en heren. Qua skiën dan, hè. Want ik heb dus gehoord en vernomen dat vanavond in Broekenstadel Lorenz Buffel staat.
Wat? Die ken je niet? Je kent niet Lores Buffel? Ja, die is bekend. Die heeft meerdere hits. Onder andere Johnny Depp. Hij is alleen bekend van Johnny Depp. Die gaat optreden in Broekestadels. Een andere tent waar we gisteren waren. Gisteren waren we in de ijsbar. En ik denk wel, kijk, donderdag is natuurlijk de laatste skidag. Maar daarna ga ik niet meer echt apres-skiën. Want vrijdag gaan we ook alweer vroeg naar Nederland rijden. Dus we gaan er vanavond nog even hard aan trekken. Wat Jacobompjes drinken, wat biertjes drinken. Misschien wel even web ook. Lijkt me wel lekker. Ja, gewoon genieten van het leven. Dat is ook belangrijk, hè. Dames en heren, mocht je nou nu nog steeds kijken, denk ik, god, dit is echt quality content. En je hebt nog steeds niet geabonneerd. Maar fuck, wacht joh. Ga eens abonneren, man. Ga eens abonneren. Doe het even lekker. Kom op. Hallo. Abonneren. Dan is het weer de laatste skidag. Het is donderdag. Het is vroeg. Het is weer... Nou, gevoelsmatig is het 5:15. Het verbaast me ook niet dat het echt is. Jullie zagen gisteren nog even beelden in de Broekestadel. Lores Buffel. Het was interesting. Ik dacht even dat ik het alcohol niet meer aankom. Maar toch wel weer. Iets korter geslapen dan normaal. Dus vandaag was het even wat harder werken. Maar nu ga ik even deze sok aan doen. Dat laat ik jullie ook even zien. Dit is een goede POV. Dit is een goede POV. Kijk, mensen doen eerst de rechter aan. Kijk, eerst of violette op zit. Nou, dat is in dit geval dus niet. Kijk, dan doe ik hem dus zo aan, zo. Zo. En meestal doe ik die andere, zeg maar, dan zo aan. Zo, verhagen. Ja. En dan zijn ze meestal allebei aan. Kijk maar, en aan. Dus ja, zo gaat het eigenlijk meestal de ochtend met mijn sokken. Oké. Nu ga ik nog even een skibroek aandoen. En dan zien jullie me zo op een misgeberg, denk ik. Want ik zie de zon nog niet schijnen. Maar misschien word ik verrast. Ah, zo. Gaat nog niet helemaal. Nog even opstarten, mensen. Maar we zijn op de piste. Het is minder zonnig dan ik hoopte. Het is minder warm dan ik hoopte. Gewoon menselijker dan ik hoopte. Maar het is toch de eerste dag, mensen. En daar gaan we toch maar van genieten. Moet wel schijten. Lekker. Hey, dit is ook een lekker plekje hoor, dames en heren. Over vallen gesproken. Dit is zo'n scheidstuk. Je ziet het nu niet, maar het is gewoon pap, 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 pap. Nou, kom op jongens. Val eens even. Niemand valt. Oh, lekker schat. Ik heb voor de verandering maar weer even wat eten genomen. Dit is een frittatensoep, dames en heren. En een grote cola en een chocomel. Daar had ik zin in. Oh, lekker. Ja, ik weet niet wat het is, dames en heren, maar ik ben gewoon kotsmisselijk, man. Het kan zeker niet aan al die Jacobons liggen die ik gisteravond heb gedronken. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Dus ik ga nu dit soepje even opeten en dan hoop ik dat ik wat beter in de wedstrijd zit. Want ik ben gewoon echt niet in mezelf. Dames en heren, toch maar weer voor het currywurstje gaan. Ik dacht, nou ja, misschien dat ik dit keer wat anders doe. Ik was een beetje misselijk natuurlijk. Maar misschien dat dit wel het beste medicijn is. Het is vaak licht. Dames en heren, we hebben na de lunch nog even een paar afdalingen gepakt. Pieces zijn niet zo goed, ze zijn niet zo lekker. Maar dat is wel de reden waarom we weer een heerlijke Jägerbom hebben verdiend. Het is wel de laatste op de piste, ons terug gaan met de gronden naar beneden. Skietjes inleveren. Nog even met het laatste uitzicht even genieten. Dames en heren, het is vrijdagochtend. Het regent teringhard. Boven op de berg is het nu oud sneeuw. Het gaat vandaag een meter sneeuwen. Maar wij gaan naar huis. Het is klaar. Deze video is klaar. Jullie worden weer enorm bedankt voor het kijken. Vond je nou leuk? Laat even een duimpje achter. Laat even een reactie achter. En ik zie jullie bij de volgende video. Ciao!